Oh, dat ziet er wel een beetje eng uit. Hé, wat zie is je dit? Dat? Het lijkt wel een gevangenis. Oh, kijk naar wat er ligt. Oh, cool. Oh my god, onze stokken liggen klaar. Oh, dit is zo cool. Oh, welkom dames en heren bij Cash Survival aflevering. Oh, zeven. Zes. We zijn bij zes, dames en heren. Meisje loopt al op de zaken vooruit. Maar wij zijn gewoon nog eventjes met z'n allen bij aflevering 6. Hey, ja, je maakt helemaal niet uit. Jij bent hartstikke druk bezig met vissen, dus ik snap wel dat je bent afgeleid. Ja, ik heb 7 vissen. Oh, vandaar. Ook. Mag ik heb 7 tenen. Oké, dus ik hoop dat jullie zin hebben in de Cash Survival van vandaag. Het wordt weer een hele leuke, want... Weet je wat wij vandaag mogen ophalen? Onze toverstokjes? Onze toverstokken zijn als het goed is vandaag klaar. En die kunnen wij gaan ophalen bij de toverstokkenmaker. Mocht je trouwens binnenkomen en denk je van... Wat voor serie ben ik beland? Wat toverstokken? Is dit Harry Potter of zo? Nee, dit is de kerstsurvival, dames en heren. Wij doen een survival. Die doen wij elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag... om 5 uur op jouw beeldscherm. En daar volgen wij een roleplay verhaal. Dus mocht je het ook willen volgen, ga even naar aflevering 1. En kijk even terug, want er zijn al best wel wat dingen gebeurd. We zijn aangevallen door schaduwen. We hebben wat kristallen weten te bemachtigen om toverstokken te maken. We hebben ons lieftallig huisdiertje Jeb gevonden, die hier zit te chillen met de dames. Ja, het is wel echt een... Oh jeetje. Een vrouwenverslinder hoor, die Jeb. Gaat het niet versieren. Echt. En ja, volgens mij zijn dat wel de belangrijke dingen. Oh nee, ik mis nog iets. Oh? Ik mis nog iets. Vertel. Namelijk, het Jeb kerstbundelpakket is er nog steeds beschikbaar voor de mensen die willen. Op de webshop kan je het halen. Er zit een hele toffe poster in, namelijk deze poster. Er zit een kerstkaartje bij van Jeb met onze 2 handtekeningen erop. En je krijgt ook gewoon nog een armbandje erbij. En op is op, dames en heren. Al heel veel mensen hebben besteld. Dank jullie wel daarvoor. Ik weet niet precies hoeveel er nog in voorraad zijn, maar mocht jij het willen, bestel dan zo snel mogelijk. Ook zodat je weet dat het voor de kerst aankomt. Want het is toch wel leuk om met de kerst dan te hebben, toch? Ja. Ja. Zeker weten. Ja, zeker weten. Wij gaan hem zelf ook ophangen. Ik ga denk ik hier mijn poster ophangen. Oh, ja, ik denk wel de volgende aflevering dat dat misschien wel gaat lukken. Ja, dat moet wel lukken. Dan ga ik hem denk ik daar op mijn... hoe heet dat? Ik wil zeggen mijn boom, maar het is mijn deur. Oh, ja, deur. Het is geen boom. Het is wel gemaakt van boom. Je had daar wel een boom. Waar is die boom? Die zie je net niet in beeld. Ja, je ziet trouwens ook het blauwe, jongens. Ik zit eraan te denken om mijn hele achtergrond blauw te maken. Dus dat je ook de deur blauw ziet. Laat even weten wat jullie daarvan denken. Ik denk dat het wel een cool effect geeft. En waarom niet groen? Nou, omdat blauw, het is toch een beetje kerstsurvival. Het is een beetje koud, het is ijzig. Kerst vind ik rood of groen. Ja, maar dit is blauw. Dit is blauw, dat is blauw, dat is blauw, dat is blauw. Alles is blauw. Oh. En mijn kanaalkleur is ook wel een beetje blauw voor mijn gevoel. Ik zie een beetje blauw. Daarom. Voor mijn lieve vrouw. Groen is verfrissend. Nee, groen gaat voor Wie is de Mol set komen. Oh. Want we gaan dit jaar natuurlijk weer de hints en aanwijzingen van Wie is de Mol bespreken op mijn persoonlijke kanaal. Oh, waar ook mijn vlogs en zo online komen. Oh, dat wordt zo leuk! Ja, dat wordt gaaf. Dat gaat ook al snel. Dat is al binnenkort. Ach, het gaat allemaal veel te snel, liefie. De kerst komt er ook al aan. Het is... Wat gaan we eigenlijk doen met kerst? Ik ga heel veel eten. Ja, eten. Ja, en dan als het afgelopen is, dan ga ik dan weer eten. Kijk eens wat ik net heb gekregen. Dat is ook mijn goede voornemen voor 2019. Heel veel eten. Oeh. Oh. Hij is alleen wel heel kapot. Hij is echt kapot, dik, man. Hij is kapot, dik. Hij is kapot, dik, man. G. Hey, G, zullen wij naar de toverstokken maken? Oh, we hebben gewoon... Oh, het is gegroeid. En het is weer ijs. Maar het is wel goed. Het is weer ijs? Ja, vraag me niet hoe. Alleen die ene? Alleen die ene? Nee, alleen deze. De logica is zeer ver te zoeken in dit prachtige land. Ik snap hem niet. Ik ook niet. Maar ik wil hem misschien ook niet snappen. Nee, we zullen dat nog wel even een keertje fixen. Ik geef nog even wat wheat aan de koetjes. Even kijken. Kijk, twee eens koetjes. Nom, 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 nom. En ook nog wat aan schaapjes. Hupsakee, schaapjes gaan jullie lekker eten. Zo. Nou, laten we even naar de toverstokkenman gaan. Dan kunnen wij onze toverstokjes ophalen. Ik moet hier natuurlijk wel even wat dingen dumpen. Ja, we moeten die chest...
Oh, weet je wat wij nodig hebben? Weet je nog in Harry Potter? Zullen we even slapen? Dan is het straks weer licht. Oh, dat is een goeie. Weet je nog die tas van Hermeline? Hermione Granger. Weet je dat nog? Dat ze op pad gaan en dat ze dan allemaal spullen mee heeft genomen uit huis. En dat als Harry of Ron iets wilde, dat ze dan in haar alles tas ging. Alles erin pakt, ja. Ja, precies. Ja. Dat ze met de hele hand gewoon vroep, in één keer iets eruit. Dat hebben wij ook nodig. Dat zou... Oh, huh? Hmm. Volgens mij is het niet gewerkt. Nee, misschien kunnen wij het niet... We kunnen niet slapen en dan skippen. Hashtag nooit meer slapen! Alleen maar feesten! Nou, dan gaan wij toch gewoon lekker op pad. Oh, er is nog een stukje. Er is wel een stukje... weed bijgekomen. Zo. Dat is raar. Laten wij naar de stokkenmaker gaan. Ja. Om onze eigen toverstok op te halen. Hebben we... We hebben zwaardjes. Oké. Ja, we hebben zwaardjes. Ik heb zelfs eten. We hebben een boekje bij ons. We zijn voor het eerst eens een keer voorbereid. En wat ik heel slim vond, ik was de comments aan het lezen en toen zei een kijker, hou de torch in je linkerhand. Want dan kan je rechts gewoon je zwaardje doen. Dat is een hele goeie. Ik hou hem zo. Hupsakee. Yo, wij hebben veel te slimme kijkers. Ik zeg echt? Dat altijd al. Ik was er niet opgekomen. Ik ook niet, maar nu wel. Omdat ik zo slim ben. Oh ja. Ja. Slimme man. Oké, dus we gaan nu naar de toverstokkenmaker. Yes, die zit aan dat pad daar. Hoe heet die? Hoe zou die heten? Zal me een naam geven? Ik denk... Brok de toverstok. Is dat geen goede naam? Nee. Brok, dat is toch de tegenstander van Ash in Pokémon? Nee joh, dat was zijn kameraad juist. Het is de eerste gymleader, maar daarna ja, wordt hij kameraad van Ash. Ja, het was de eerste gymleader. Ja, oké. Maar daarna zijn ze vrienden voor altijd. Voor het leven. Vrienden voor het leven. Net als jij en ik. Of zijn wij vijanden? Wij zijn vijanden. Oh. Raar. Nee, wij zijn ook vrienden. Ja, toch wel. Even kijken, het was hier voorbij het huisje. Yes. Ach, ik ben weer zoveel eten kwijt. Oh, bij mij valt het wel mee. Al heb ik wel net lekker gesmikkeld. Ja, maar ik verbrand heel veel. Ik heb een snel verbrandingssysteem. Metabolisme? Ja. Ik verbrand alles. Zeg maar wat binnenkomt, is rup, in één keer weg. Oh, vandaar dat je zoveel ijsjes wil altijd. Ja. Nou, ik hou wel van lekker eten. Dat is... Dat weet iedereen. Ja. Bij deze. Wij vinden het heerlijk om lekker ook gewoon sushi te eten en andere lekkere dingen. Ja. Ik ben ook wel heel benieuwd, jongens. Wat is nou echt jullie meest favoriete soort eten? Dat als we je nu naar jou konden brengen en bij je langs zouden gaan en we zouden zeggen, we gaan een diner hebben en we eten. Ik denk dat heel veel mensen pizza zeggen. Pizza? Pizza. Ik denk, wat vinden mensen en patatjes. Echt lekker? Pizza, patatjes en pannenkoeken, de drie P's. Oh ja, pannenkoeken is natuurlijk ook wel een klassieker. Ja, nou laat het even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En wie weet komt Maïsje ooit een keer langs met een bak pannenkoeken. En jij met de pizza. En ik met de pizza, wie weet. Dames en heren, de stokmaker. Oh, kijk nou wat er ligt. Oh my god, onze stokken liggen klaar. Oh, dit is zo cool. Wat heeft hij ermee gedaan? Heeft hij kristal erop gedaan of zo? Wow, het ziet er echt mooi. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ook niet. Maar daarvoor hebben we natuurlijk al die kristallen aan hem gegeven. En hij staat hier ook bij de anvil om het te maken. Wat vet. Zullen we vragen of we ze mogen? Ja. Hey. Leuk om jullie weer te zien. Ja, hetzelfde man. Oeh. De toverstokken zijn helemaal klaar. Alsjeblieft. Veel plezier op school. Dat is ook echt het ooit de enige keer dat ik dat heb gehoord. Veel plezier op school. Veel plezier op school. Nee. Kijk nou. Dit is zo cool. En we hebben ook een soort van... Oh, wat deed jij nou? Een soort van puffje aan... Nou, onze magie is wel... We moeten natuurlijk alles nog leren. Ja, dit is wel echt heel zwak, onze magie. Oh, hij is ondertussen ook nog bezig met bouwen. Oh joh, maar we hebben dus... 100 uit de 100 van iets en 100 uit de 100 van iets anders. Ja, wat zou dat zijn? Ik weet het niet, maar ik denk dat we daarover gaan leren. En ja, nu zijn dit onze toverspreuk. Het is echt letterlijk gewoon een puffje. Laat je scheetjes. Echt, ik laat even...
Oh, sorry. Sorry, stokkenmaker. Ik zou... Oh, ik heb net taco's gegeten. Sorry. Oh. Oh, jee. Oh, ik plaats ook toortjes overal. Oeps. Sorry, ik zal hem even weghalen. Sorry van de toortjes, meneer. Oh, wat cool. Er staat ook gewoon toverstok in. Zie je dat? Dit is echt? Zo vet. Ja. Oh, ja, inderdaad. Oh my god. Zo cool. Wat gaan we leren? Oh. Ik weet niet. Ja, tot nu toe kunnen we alleen maar scheetjes laten. De scheetjesstok. Wat bizar dit, joh. Oh, ik kan niet wachten. Ja, we zouden nu in principe richting de school kunnen gaan, toch? Hey, zie je nou een scheetjes op mij te laten? Ja, het is natuurlijk wel het enige wat we nodig hadden om de school binnen te komen. Ja, misschien mogen we nu wel gewoon naar binnen. Ik hoop het wel. We zijn nu studenten, vragen? Toch? Ja, laten we die kant op gaan. Oké. Moeten we gewoon... Dit is zo vet. Moeten we zeg maar ook als we niet in de school zijn ze in onze handen houden? Of zijn de schaduwen dan misschien meer achter ons aan? Als ze de kristallen zien? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb sowieso niet heel veel schaduwen gezien. Maar... Nee, maar voor hetzelfde geld komen ze nu achter ons aan omdat ze de toverstokken zien. Dat is waar. Maar ja, we hebben ze in het verleden hebben ze ook... aangepakt, weet je nog? Dat is waar. Dus dat kunnen we nu ook weer doen. Oh, ik vind het zo cool. Ja, we kunnen nog helemaal niets, maar... Nee. We hebben in ieder geval toverstok. En hij doet iets toverachtigs. En hij ziet er mooi uit. Hij ziet er echt super vet uit. Als je ook gewoon kijkt zo in je handen... Is het echt gewoon een toverstok, joh. Ja. En ja, daar kun je dus... daar kunnen we als het goed is op school... spels mee leren, dat we die kunnen gaan gebruiken. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik hoop echt dat we zo'n onzichtbaarheid... spel kunnen leren. Dat zou wel echt heel chill zijn. Dat zou zo cool zijn. Of vliegen. Jij wou vliegen, hè? Ja, vliegen lijkt me zo dope. Hoe cool is dat? Toch? Ja, zeker weten. Zo, de knetter. Nu begint het avontuur echt. Ja, denk je? Mogen we naar binnen? Nou ja, ik hoop het wel. Ik zit even te kijken. Volgens mij is de poster ongeveer vanaf dit punt dat je hem ziet, toch? Even denken. Ja, we staan hier in de bloemetjes. Ja, volgens mij zie je hem vanaf mij... hier. Ja. Het is wel echt een prachtig gebouw, hè? Toch? Ik heb alleen een golden apple in mijn handen. Oh, dat is waar, ja. En ik heb... ik doe magie. Ik doe iets meer dan dit. Hier, dit ik weet nog dit steeds niet wat voor spreuk ik nou precies doe op die poster. Ja, ik weet het ook niet. Het is een soort van... Het was een paarse soort van... Het leek een soort van tornado of zo. Ja. Ja, je moet jullie maar kijken voor de mensen die de poster thuis krijgen. Je ziet daar dus een van de spreuken die we nog gaan leren. En het zag er voor mijn gevoel een beetje uit als een tornado die ik deed. Maar ja, ik weet niet precies. Of wat zou je met een tornado? Dat is wind. Misschien is dat iets laten zweven. Of vliegen. Of ja, dat zou kunnen toch? Dat zou vet zijn. Dingen laten zweven. Echt... Oeh, dat is misschien nog beter dan vliegen. Ja, dat is cool. Wij zitten ook gewoon de hele tijd die scheetjes te laten. Ja, ik vind het zo vet dat het werkt. Ja, terwijl het gewoon niets doet. En waarschijnlijk iedereen die, alle leraren die naar buiten kijken, denken... Oh, heb je weer van die... Heb je weer van die studenten, die kunnen helemaal niets. Ze zitten alleen maar de hele dag scheetjes te laten met het toverstok. Oei, oei, oei. Nou, laten we even kijken. Laten we vragen aan de receptionist of we naar binnen mogen. Hou jij je toverstok in de hand? Ja, mag even hoor. Dan kan ze zien dat we die hebben. Ik laat hem ook wel even zo aan haar zien. Ik heb hem. Alright, mogen wij naar binnen, mevrouw? Ho, ho, wacht eens even! Oh, niet weer, hè? Wat is er nu weer? Oh! Oh. Jullie hebben een toverstok! Wat goed! Verken lekker de school. En in deze dagen zal je van ons een brief thuis ontvangen... over wanneer je lessen starten. Oh. Veel plezier! De lessen! We mogen dus gaan rondkijken. Yep, en we krijgen dus een brief binnenkort wanneer de lessen gaan beginnen. Plop. Hé, hey, niet scheetjes laten ophoven, dat is onbeleefd. Dat is een tovenaarsregel. Oh, wat vet. Echt. Kunnen we niet nu al beginnen? Is er niet stiekem nog een lessenlokaal open of zo? Ja, nou ja, ik kan jou nu het kropslokaal laten zien. Ik bedoel, ik denk dat we daar nu gewoon mogen komen, toch? Of zullen we eerst hier links? Laten we eerst, hier heb ik nog niet gekeken. Even kijken, dat is de kantine. Ja, dit lijkt een soort van kantine inderdaad. Waar iedereen in de ochtend kan eten. Oh, wat zonsplekje. Ik weet het niet. Oh, je ziet hier achter ook allemaal eten. Ze zijn gewoon eten aan het voorbereiden. Ik zie taart staan. Taart, eit. Daar hou ik wel van. Hebben ze ook pizza? Oh, die gaat naar achter. Oké, laten we nog maar niet
daarin gehaald. Ik zie nu al ons gewoon daarheen gaan. Oh jee. Ik hoop dat ze pizza hebben, ja. Wat vet, hè. Dus hier gaan gewoon lunchen. Op de toonbank. Je weet. Ja, wie weet kunnen we daar nog wel hele exotische dingen in de keuken vinden. Toch? Ja. Ik wil alleen niet op de eerste dag meteen... eruit gekikt worden. Nee, laten we het eventjes rustig aandoen. Misschien moeten we ook nog niet... want ik zie een trap naar boven. Dat we nog eventjes alleen even beneden blijven. Waar was het kropslok? Of wacht, wat is hier? De healing levitation. Oh, levitation? Oh, levitation? Dat klinkt als iets laten... Zweven. Wat vet. Fireball, kluisjes, dakterras, opslag, directie, kantine, keuken. Wow, en hier is dus crops. Ja, je ziet ook gewoon het hele bovenkant van het lokaal. Is gemaakt van bladeren. Cool. Oh, dit ziet er mooi uit. Dat had ik de eerste keer niet eens gezien, joh. Hé, hey, er staat vee. Vee? Waar zie je daar? Je hebt het gered. Oh, wat doet zij nu al in het... Wat zeg je? Is zij ook een leerling? Ik denk het. Laten we eens vragen. Oh, hey! Zitten jullie hier ook op school? Nou ja, vanaf nu wel. Nog bedankt dat jullie mij gered hebben van de schaduw. Ik kan niet wachten om op de kropslessen. Mijn tuintje kan wel wat magie gebruiken. Oh, wat cool. Gelukkig begint het al over een paar dagen. Vet, we krijgen dus dat we kunnen leren groeien. Ik denk het, ja. Ja, ze zegt dat ze het wil gebruiken voor haar tuin. Nou, laten we eerlijk zijn. Wij zouden het ook wel kunnen gebruiken voor onze tuin. Een mooi tuintje kunnen maken. Dat zou vet zijn. Dat zou echt super chill zijn. Maar het begint over een paar dagen. En zij zit nu al klaar voor de les. Dit is echt zo'n ultieme... Ijverige leerling. Studiebol uit je groep. Die al gewoon 3 dagen van tevoren zit van... Oké, ik ben er klaar voor. Oké. Just... Ja, ik maar ik denk dat dat... Wat wordt jou? Waar ga jij de les volgen? Oh, ja, ik ben niet zo'n jongen die helemaal voorin zit. Dat heb ik nooit gedaan. Ik ook niet. Ik claim hier in de hoek. Dan kan je lekker chillen. Ja, ik kom gewoon bij jou. Dan kan ik gewoon een beetje maken samen met jou. Zo. Een beetje scheetjes. Hé, dit is niet de scheetjeshoek. Sorry. Ik haal mijn toortje even uit mijn handen, want die plaats ik deed de toortjes. Oh, dit wordt cool. Maar dit wordt dus onze eerste spreuk die we gaan leren. Ja. Hoe zou die gaan heten? Corporitjes. Ik weet niet. Kropselisjes, zei je dat nou? Ja, zoiets. Oh, dat wordt cool, hè. Nou, dan kunnen we meteen een mooie farm gaan aanleggen thuis. Corpiosa. Ja, maar corpus is volgens mij ook lichaam. Oh ja, een korps. Ja. Nee, dan is het kropsiosa. Kropsiosa. Ja, er zal vast wel een spreuk bij zitten, inderdaad. Dat wordt wel cool, hè. Ja, echt. Oh, ik heb nu al zin om gewoon deze les te volgen. Dus ja, we krijgen thuis dan een brief. En dan kunnen we de lessen gaan volgen. Hier zit ook allemaal spul. Wat is dit dan? Is het een deur naar buiten? Zie jij een? Nee, ik zie geen lever. Raar. Oh, ik vind het wel echt heel cool, hè. En ook om binnenkort de rest van de school te gaan verkennen. Kijk hoe groot het is hier. Oh. En wat zit hieronder dan? Want daar zijn we nog niet geweest. Kan je er komen? Oh, dat ziet er wel een beetje eng uit. Hé, wat is dit? Dat? Het lijkt wel een gevangenis. Echt? Vind je niet? Hé, wat is hier op de grond? Pas op. Ik weet het niet. Kijk hier. Wat is dit? Oh. Schietje. Er komt rood uit de grond? Ik weet het niet. Misschien zijn het een soort van... de kerkers of de kelder of zo? Nou, raar. Misschien worden hier ook wel lessen gegeven. Ik vind dit rode rook echt heel eng. Ja, dit is een beetje creepy. Zullen we maar weer omhoog gaan? Ja, is goed. Oké, maar dan moeten we snel naar huis toe. Straks missen we de brief nog. Dat is een hele goeie, inderdaad. Laten we ook gewoon een soort van... postbus maken of iets dergelijks. Dat we in ieder geval de brief kunnen ontvangen. Al weten ze meestal wel. Waar we zijn. Ergens een briefje neer te zetten. Ja, precies. Toevallig heb ik echt serieus net nog een chest neergezet naast onze deur. Want onze chest zat vol. Dus, en ik had er nog eentje over. En ik dacht, ik ga gewoon jou een grapje uithalen dat er een chest was neergezet. Maar... Oh, het viel mij niet eens op. Oh. Sorry. Dat dacht ik al. Nou, denk ik net. Oh.
Maar die heb je bij de deur gezet? Ja, je zal het zo meteen zien. Oh, ik had natuurlijk eigenlijk niks moeten zeggen. Nee, dit is juist het moment dat we zoiets zouden moeten hebben. Hé, hey, er staat iets. Oh, prank gaat fout. Oh, jee, jee. Oh, ik had echt niks moeten zeggen. Oh, nou, je hebt ooit nog een kans. Wie weet ga je me verder in het seizoen nog een keer pranken. Oh, dat zou wel leuk zijn. Dat hebben we nooit echt gedaan, hè? Of tenminste? Nee, wel in de 1.9 survival. Oh ja, toen ik heb vaak je echt gepranked. Hele dingen. Dat je me ging opblazen en dat ik me helemaal suf schrok. Ja. Dat is waar. Kijk, ik had er eentje neergezet. Oh. Nou ja, het is wel handig. Ik bedoel, wie weet kunnen we daar onze post ontvangen. Dus zetten we gewoon even een sign erbij. Exact. Dat wij hier wonen. Even kijken. Oh, wacht, ik moet eerst een stokje maken natuurlijk. Als het goed is zijn er wel een paar stokjes in de... Oh, ik heb hier een stokje. Oh, ik heb eentje. Oké, wat zetten we hier? Wat zetten we op het... Hier, op de... Ja, wat zetten we hier? Hoe heet het, toch? Oké. Of niet? Huis van... Maisha en Wouter. Zo. Ja, dat bedoel ik. Oh, dames en heren, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we vandaag weer een kerstsurvival hebben gedaan. Kom uiteraard de volgende keer weer langs, want elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag komt er een aflevering online. En mocht jij dus de poster of de Jep bundle willen scoren, ga dan naar dodoshop.nl en haal hem nog even snel, zodat hij op tijd is voor de kerst en dat hij nu nog op voorraad is. Want zoals ik al zei, we doen deze keer niet meer met pre-orders, maar nee, we hebben nu gewoon een voorraad die helaas op kan gaan. En het gaat aardig hard, dus zorg dat je het niet misloopt. Want het is gewoon een hele leuke poster van Jabby. En natuurlijk de kerstkaart en het armbandje. Zeker. En de handtekeningen. Toch? En de handtekening. Ja, het is een mooi compleet pakketje. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Dodoshop.nl, eerste linkje. Ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Tot volgende keer, mensen. Doei. Ciao.